Beeldhouwer Margot Hooman maakt koffie voor haar plaatsgenoot Arnoud-Jan Bijsterveld. Ik heb dat licht hier nodig. De historicus is druk met de Joodse geschiedenis van Tilburg en hij is daarom erg benieuwd naar het beeld dat Margot gemaakt heeft. Hij is een van de eerste Tilburgers die haar kunstwerk krijgt te zien. Het gezicht is niet letterlijk dat van Helga Deen. Boven het hoofd hangt een wirwar van emoties en gedachten die Margot zichtbaar heeft gemaakt in klei. En in die wirwar zie je dan weer een ander hoofd verschijnen. Ja, dat is aan de ene kant is dat Kees, haar verloofde, aan wie ze de brieven schreef. Haar dagboek zijn eigenlijk meer brieven. Maar het is natuurlijk meer. Het is het, überhaupt het verlangen naar de liefde, de verbondenheid tussen mensen. En dat wordt hier heel mooi uitgedrukt. Het is tegelijkertijd het individuele verhaal van Helga en Kees. En tegelijkertijd het grotere verhaal van verbondenheid tussen mensen. Dit is de Willem II-straat. Die moet linksom. Oh, dit is Willem II. Ja, ja, precies. Dan is dit de tweede graad. Het beeld is bestemd voor de Helga Deentuin. Een klein stukje groen in de Willem II-straat. Naast de synagoge in Tilburg. Ik denk dat dit een heel mooi gebaar is aan, ja, op een nieuwe manier weer vormgeven aan die vreselijke herinneringen. Vooral niet alleen het verdriet en de pijn uitdrukken, maar inderdaad de idealen en de liefde, de kracht van de liefde die dan uiteindelijk overwint. Helga Deen is een van de 125 Joden die in de Tweede Wereldoorlog in Tilburg werden opgepakt en daarna in een concentratiekamp werden vermoord. Haar naam was onbekend tot een paar jaar geleden haar dagboek opdook. Wat ze meemaakte beschreef ze in brieven aan haar vriend Kees. Toen moest ik denken aan gisteren nacht. Toen we zo stil en gelukkig naast elkaar lagen en naar de hemel keken. En aan eergisternacht toen je wakker geworden was en je over me heen boog en iets heel lief zei. Toen straks heb ik je brieven gelezen, je lieve brieven, die me in ogenblikken van leegte zo dicht bij je zullen brengen. Kom, ik ga even naar de deur. Er moet nog veel gebeuren voordat dit beeld van klei een bronzen beeld is geworden. En evengoed is er al veel gebeurd om Margot te brengen waar ze nu is. Kijk, dit zijn dus de eerste voorstudies die ik heb gemaakt. Daar begon het mee. Dus dit is de allereerste zoektocht, zeg maar, in klei. En dan komen er de tekeningen. Ik moet zeg maar dat gevoel wat ik hier geef, dat moet je in drie dimensies oplossen. En dat is dus godsgruwelijk ingewikkeld. Dus dat heb je ook niet zomaar, maar je kunt het wel tekenen. En dan een klein ontwerp, maar in gips. Het liefst zou Margot het beeld nog veel groter maken. Dat kun je je misschien niet zo goed voorstellen, maar dat wordt veel monumentaler. En ik vind gewoon dat die plek echt een statement verdient. Maar dat kost geld. Een pak weg nou, laten we zo zeggen, tussen de 10.000 en 20.000 euro. Toch zeker. Dus dat is wel noodzakelijk daarvoor. Ja, het komt altijd weer terug op die vreselijke pecunia. Dan ben je de hele tijd bezig, zeg maar, met je geesteskinderen. En dan, ja, het is niet anders als beeldhouwen.